Presentatrice Eva Jinek benadrukt het belang van een respectvolle werkomgeving in de televisiewereld. Tijdens een uitzending van Kunststof op NPO Radio 1 sprak ze zich uit naar aanleiding van een artikel in het AD over de vermeende angstcultuur en manipulatief gedrag van WNL-baas Bert Huisjes. Jinek, die zelf in het verleden kort bij WNL heeft gewerkt, deelde haar mening over het feit dat mensen binnen de televisie-industrie gewoon normaal met elkaar moeten omgaan. Hoewel Jinek meer dan twaalf jaar geleden bij WNL werkte. Beklemtoont ze dat er nog steeds jonge journalisten actief zijn, net zoals zij destijds was. In het radioprogramma wilde ze niet diep ingaan op haar persoonlijke ervaringen, maar ze benadrukte het belang van een normale werkomgeving voor jonge mensen bij de publieke omroep. Een werkomgeving waarin mensen worden gepest en geïntimideerd, keurt Jinek af. Ze stelt dat het de primaire verantwoordelijkheid van een baas is om ervoor te zorgen dat zulke situaties niet voorkomen. Naar aanleiding van uitspraken van andere presentatrices in het AD. Die spraken over onveilig en onvoorspelbaar gedrag van huisjes, gaf Jinek aan dat ze zich kon vinden in deze verhalen. Haar korte periode bij WNL was mede hierdoor. Jinek benadrukt dat zij als talkshowpresentatrice ook verantwoordelijkheid draagt voor de manier waarop met medewerkers wordt omgegaan. Ze voelt deze verantwoordelijkheid des te meer na wat er is gebeurd. Toch stelt ze dat normaal doen tegen mensen voor haar vanzelfsprekend is, de waarde die ze van huis uit heeft meegekregen. Ze sluit haar betoog af met de simpele boodschap: doe gewoon normaal.